Normaal gesproken is het arteriële bloed moeilijk te stoppen. Het veneuze systeem daarentegen heeft weinig druk om zich efficiënt te verplaatsen. Een kleine blokkade kan al snel leiden tot een stuwing. De gestuwde lichaamsvloeistoffen kunnen zo tot een zuurstofarme poel worden. Het afweersysteem komt er moeilijk bij en vreemde bezoekers zoals schimmels en zieke cellen kunnen zich erin schuilhouden. Dat is wat wij een ghetto noemen.